Welkom bij deze instructievideo. In deze video wil ik gaan uitleggen hoe je met de puffsteek een zonnebloemskwer kunt gaan haken. Ik hoop dat dit een leerzame video voor je is en we gaan er gauw aan beginnen. De kleuren die ik ga gebruiken voor dit werkje zijn donkerbruin, mokka, oranje, okergeel, lichtgeel, voor de blaadjes een lichtgroene kleur en voor de square ga ik terug naar het donkerbruin. De haaknaald die ik ga gebruiken bij dit werkje is een haaknaald van 2,5 mm. De donkerbruine kleur heb ik op de haaknaald gezet. We gaan een rondje haken. Hiervoor maak je 6 losse steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je gaat terug naar je allereerste losse steek en maak daar een halve vaste in om het rondje te sluiten. In dit rondje gaan we puffsteekjes haken, 8 stuks in totaal. Het allereerste puffsteekje gaat iets anders als de rest van de 7 puffsteekjes. Het eerste puffsteekje, 3 lossen omhoog. Draad omslaan. Je gaat in het rondje, pakt een draad op omhoog en je trekt het draadje omhoog, zodat je een lange lus krijgt. Draad om de naald, terug in het rondje, draad te pakken omhoog, lang trekken, draad omslaan en door alle lusjes heen trekken. Dat is de eerste puffsteek. Je maakt 3 lossen. De puffsteekjes die nu volgen, die gaan wat anders. Je slaat nu 3 keer de draad om de naald om een lange lus te trekken. Draad om de naald in het rondje, draad te pakken, lus omhoog trekken. Draad omslaan, in het rondje, draad te pakken, omhoog trekken. Draad omslaan, in het rondje, draad te pakken, omhoog. Draad omslaan en je trekt de draad door alle losse lussen heen, behalve door dat lusje van die losse hier. Draad omslaan en door 2 lusjes heen trekken. 2 lossen en je gaat weer een nieuwe puffsteek maken. Dus de draad om de naald, in het rondje, draad te pakken, lus omhoog trekken. Draad om de naald, in het rondje, draad te pakken omhoog, lus omhoog trekken. Draad om de naald, in het rondje, draad te pakken, lus omhoog trekken. Draad omslaan. Door alle losse lusjes heen. Je houdt dus 2 lusjes op je haaknaald. Draad omslaan en door 2 heen trekken. En dan 2 lossen. Je hebt nu 3 puffsteekjes. We gaan er 8 maken. Dus draad om de naald, in het rondje, een lus trekken. Omslaan, een lus trekken. Omslaan, een lus trekken. Draad om de naald, door alle losse lusjes heen. Je houdt 2 steken over op je haaknaald. Draad omslaan en door 2 lussen. 2 lossen. Nog een nieuwe puffsteek. Dat is dus 1 keer. 2 keer. 3 keer een lus trekken. Draad om de naald, door de losse lusjes. Draad om de naald, door 2 lussen. En 2 lossen. Nog een keer. Eén. Twee. Drie keer. 2 lusjes op je haaknaald. Omslaan door 2. En 2 lossen. Hebben we er nu, even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog 2 te gaan. Nog een nieuwe puffsteek. 2 lossen. En dan de laatste puffsteek. 2 maak nog 2 losse steken. En dan pak je de allereerste puffsteek hier
boven. Dus je hebt hier die drie losse zitten. Daarna zit een steek precies boven dat puffsteekje. Daar ga je met je haaknaald in en maak daar een halve vaste om de ronde te sluiten. Nog een extra losse maken. Draadje afknippen. En de draadjes netjes afwerken aan de achterkant. De mokka kleur staat op de haaknaald. En die ga je ergens vastmaken tussen een van die puffsteekjes in de ruimte van de twee lossen. Het draadje dat leg ik naar links, dat haak ik netjes mee. We gaan weer puffsteekjes maken, maar nu twee puffsteekjes tussen twee puffsteekjes in dezelfde ruimte. Het eerste puffsteekje gaat anders dan de rest. De eerste die gaan drie lossen omhoog en dan nog twee keer een lus omhoog trekken in die ruimte. Draad om de naald en door alle lusjes heen trekken. En dan maak je drie lossen. Dat is je eerste puffsteek. De tweede puffsteek, die gaat in dezelfde ruimte, maar nu met drie lusjes omhoog trekken. 1, 2, 3. Draad om de naald door alle losse lussen. Je houdt weer 2 steken op je haaknaald. Draad omslaan en door de 2 lussen heen trekken. 2 lossen. Je skipt nu over naar de volgende ruimte. Dus in deze ruimte heb je die 2 puffsteken gemaakt. En in de volgende ruimte maak je ook weer 2 puffsteekjes. Dus 1 keer, 2 keer, 3 keer een lus trekken, omslaan door de lusjes heen halen, omslaan door 2 lussen heen halen. 2 lossen en weer een puffsteek maken in dezelfde ruimte. 1, 2, 3 keer een lus trekken, omslaan door de lusjes heen te halen, omslaan door 2 heen halen. 2 lossen. Je skipt weer over naar de volgende ruimte. Daar maak je ook weer 2 puffsteken in. Twee lossen. En een nieuwe puffsteek in dezelfde ruimte. En 2 lossen. Zo maak je de toer af. In elke ruimte tussen de puffsteekjes in komen 2 nieuwe puffsteken. En tussen de 2 puffsteken in komen 2 lossen. En tussen elke ruimte komen ook weer 2 lossen. En dat helemaal rond. De laatste 2 lossen en die ga je weer vastmaken bovenin de top van dat eerste puffsteekje en dan maak je de ronde vast met een halve vaste en het draadje kan afgeknipt worden en die werk ik weer af aan de achterkant van het werkje. De volgende kleur is oranje. En die ga je weer ergens vastmaken in een ruimte van 2 lossen. In deze ronde gaan we in elke ruimte 1 puffsteek maken. De eerste gaat iets anders weer. 3 lossen omhoog. En je maakt dan nog 2 lange lussen erbij om de puffsteek compleet te maken. Omslaan door alle lusjes heen trekken en dan 4 lossen maken. 1, 2, 3,
en 4. Je skipt nu over naar de volgende ruimte. Daar gaat een nieuwe puffsteek in. Dus 3 lusjes trekken. 1. 2. 3. Omslaan door alle lusjes heen halen. Je houdt weer 2. Steken op je haaknaald. Omslaan en door 2 lusjes heen trekken. Nu maak je 3 losse steken. 1, 2 en 3. Draad om de naald, je skipt door naar de volgende ruimte en maak daar een nieuwe puffsteek. 1, 2, 3. 3 lossen. En in de volgende ruimte weer een nieuwe puffsteek. Drie lossen. In de volgende ruimte een puffsteek. En 3 lossen. Zo maak je de toer helemaal af. In elke ruimte een puffsteekje met daartussenin 3 lossen. Laatste 3 lossen en die maak je weer vast in de top van die allereerste puffsteek met een halve vaste. En het draadje kan weer afgeknipt worden. De volgende kleur is okergeel en die maak je weer vast tussen een ruimte van 3 lossen. In deze ronde gaan we weer 2 puffsteekjes in elke ruimte maken. Je allereerste puffsteekje, 3 lossen. Nog 2 lusjes trekken. Dus 1 en 2. Omslaan door alle lusjes heen. En dan 3 lossen maken. In dezelfde ruimte gaan we weer een puffsteek erbij in maken. 1 lusje, 2 lusjes, 3 lusjes trekken. Omslaan door alle lusjes heen. Je houdt er 2 lussen op je haaknaald. Omslaan door 2 lusjes heen trekken en dan 2 lossen. Doorskippen naar de volgende ruimte. 2 puffsteekjes maken. 1. 2, 3 en 2 lossen. Terug in dezelfde ruimte met nog een puffsteek. 1, 2, 3 lossen en 2 lossen maken. In de volgende ruimte ook weer 2 puffsteken maken. Twee lossen. Twee lossen. In de volgende ruimte 2 puffsteekjes. Twee lossen. Zo maak je de toer weer helemaal af. In elke ruimte 2 puffsteekjes en tussen elke puffsteek in komen 2 lossen. De laatste 2 lossen en bovenin de top van je allereerste puffsteek, daar maak je weer een halve vaste om de toer te sluiten.
en de draad kan weer afgeknipt worden. De lichte kleur geel staat op de haaknaald en die ga je ook weer vastmaken tussen twee van die puffsteekjes in. In deze ronde gaan we in elke ruimte één puffsteekje maken. De allereerste puffsteek gaat weer anders. 3 lossen omhoog en 2 lusjes trekken. Doorhalen alle lusjes en dan 3 lossen maken. Je skipt nu over naar de volgende ruimte. Daar maak je 1 puffsteek. Dus 3 lusjes trekken. Hier 2 lusjes op je haaknaald. Omslaan door 2 lusjes. En je maakt dan 2 lossen. Doorskippen naar de volgende ruimte en een nieuwe puffsteek maken. Twee lossen. In de volgende ruimte een nieuwe puffsteek. En 2 lossen. En zo maak je de hele toer weer af. In elke ruimte een nieuwe puffsteek maken. En tussen elke puffsteek in krijg je 2 lossen. Nog 2 lossen maken en weer een halve vast te maken in de top van je allereerste puffsteek om de toer te sluiten. Draad afknippen weer. En dan kunnen we aan de groene kleur gaan beginnen van de blaadjes. Groen staat op de haaknaald en die maak je vast in een van de ruimtes van die 2 lossen. We gaan in deze ruimte een hoekje haken met stokjes. Het eerste stokje, 3 lossen omhoog. Draad om de naald en je gaat terug in diezelfde ruimte en maak daar nog 4 stokjes erbij in. 1 2 3 4 Met die eerste 3 lossen heb je een groepje gemaakt van 5 stokjes. Om een hoekje te maken, 2 lossen. En dan terug in diezelfde ruimte met nog een keer 5 stokjes. 1 2 3 4 5. We gaan nou overskippen. 7 overslaan, 7 ruimtes overslaan. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En in de 8e volgende ruimte gaan we weer zo'n hoekje haken. Maar om daar te komen moeten we eerst een ketting van 15 lossen gaan haken. Dus 15 losse steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Draad om de naald. En je slaat dan 7 van die ruimtes over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruimtes overslaan. En dan in die 8e ruimte hier, daar ga je met je haaknaald in. En maak daar een stokje. En dan nog 4 stokjes erbij in. Dus in totaal weer een groepje van 5 stokjes. Dus 2, 3, 4, 5. Om een hoekje te maken, 2 lossen. En dan weer terug in diezelfde ruimte met 5 stokjes. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5. We gaan weer een ketting van 15 lossen maken. En haak ze niet te strak, want dan wordt dit te kort als dit heel strak is. En dan gaat je werkje heel erg trekken. Dus hou die ketting van die 15 losse steken ook echt heel losjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je slaat dan weer 7 ruimtes over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En in die 8e ruimte hier ga je weer een hoekje maken. Dus de draad om de naald in die volgende ruimte dan. En je maakt daar in totaal 5 stokjes in. Een hoekje van 2 lossen. En dan weer in diezelfde ruimte terug met 5 stokjes. En je gaat nu weer een ketting van 15 lossen maken. Je slaat weer 7 ruimtes over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En in die 8e, daar gaat weer een stokje. Dus draad aan de naald in die ruimte en 5 stokjes maken. Een hoekje van 2 lossen en terug in de ruimte met 5 stokjes. Weer een ketting van 15 lossen. Zeven ruimtes overslaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan kom je bij het laatste hoekje, of eigenlijk je eerste hoekje die je hebt gemaakt. Daar ga je in je allereerste 3 lossen hier. In de eerste, tweede, derde lossen van beneden. Met je haaknaald in. En maak daar een halve vast om deze ronde te sluiten. We gaan nog een ronde maken met de groene kleur. De eerste 3 lossen tellen voor je allereerste stokje. En boven de 4 volgende stokjes, de 4 volgende steken, ga je nog een stokje maken. 1, 2, 3, 4. Dus met die eerste 3 lossen hier heb je weer 5 stokjes gemaakt. Je komt nu hier in die hoek van die 2 lossen. Daar ga je een nieuw hoekje maken van 2 stokjes. 1 en 2. Een nieuw hoekje van 2 lossen. En dan terug in diezelfde ruimte in die hoek met 2 stokjes. 1 en 2. In de 5 volgende steken boven de 5 stokjes van de vorige toer, dan ga je weer 1 stokje bovenop maken. 1, 2,
3, 4 en 5. Je hoekje is nu klaar. We gaan weer zo'nzelfde hoekje maken in deze hoekje. Om daar te komen maak je weer 15 losse steken en hou ze heel los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Draad en de naald. En je gaat dan weer boven je allereerste stokje hier. Ga je weer een stokje maken. En bij de 4 volgende stokjes, 4 volgende steken, ook nog een stokje. Dus in totaal 5 stokjes. Dit is 2, 3, 4 en 5. In het hoekje maak je een nieuwe hoek van 2 stokjes. Twee lossen. En weer 2 stokjes. In de 5 volgende steken, boven die 5 stokjes, maak je weer een nieuw stokje. 1, 2, 3, 4 en 5. Je krijgt nu weer een ketting van 15 lossen en maakt dan vervolgens weer zo'nzelfde hoek. Weer een ketting van 15 lossen en je maakt dan weer een hoekje en dan nog een keer een ketting van 15 lossen. De laatste ketting van 15 lossen is gemaakt en die ga je dan weer vastmaken in je derde losse van je eerste stokje. 1, 2 en 3. Daar maak je weer een halve vaste om de toer te sluiten. De draad kan nu afgeknipt worden en die werk ik af aan de achterkant. Ik heb de donkerbruine kleur weer teruggezet op de haaknaald. En die ga je vastmaken boven een stokje. Je eerste stokje van zo'n hoek. Met een vaste steek. Draadje leg ik naar links, naar achteren en die haak ik mee. In de volgende 6 steken, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes. Daar gaat bovenop in die steek gaat een vaste steek. Dus 1, 2, 3. 4, 5 en 6. Je hebt nu in totaal 7 vaste steken gemaakt. Om het hoekje om te gaan maak je 2 lossen. En dan boven de volgende 7 stokjes in de 7 volgende steken maak je weer een vaste steek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu komen we hier bij die 2 kettingen van die 15 lossen. Je slaat de eerste ruimte hier tussen die puffsteekjes in, die sla je over. En bij de volgende 5 ruimtes ga je stokjes haken. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan heb je hier nog 1 laatste ruimte van de puffsteken. Daar doen we niks mee. Die slaan we weer over. Dus de draad om de naald. Je gaat nu dan naar die puffsteken toe. Dus je haakt over die 2 kettingen heen. Die eerste puffsteek, die sla je over. Die skip je. Die gaat dus naar de volgende. En daar maak je 3 stokjes in. Maar dan moet je de draad iets of wat langer trekken, dat het een wat langer stokje wordt. Dus dat is 1,
2. Drie. Je hebt nou dan een groepje van 3 stokjes gemaakt. Overskippen naar de volgende ruimte. 3 stokjes en maak ze iets of wat langer. 1, 2 en 3. Overskippen naar de volgende ruimte. 3 stokjes. 1, 2, 3. Overskippen naar de volgende ruimte. Weer 3 stokjes maken. 4 gedaan, nog eentje. Dus naar de volgende ruimte, 3 stokjes. En maak de eerste lus een beetje langer. Je hebt nu 5 keer een groepje van 3 stokjes gemaakt. Die ruimte die hier zit, die slaan we over. Daar doen we niks mee. Je komt nu weer bij de 7 stokjes uit en boven die 7 stokjes maak je weer een vaste steek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Om de hoek om te komen maak je 2 losse. En dan heb je hier weer die 7 stokjes en boven die 7 stokjes in die steek maak je weer een vaste steek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Je komt nou weer hier bij dat kantje en we gaan daar weer net zo'n kant aan maken als aan deze kant. Dus de draad om de naald. De eerste ruimte hier, die sla je over, die skippen we. In de tweede ruimte ga je weer 3 stokjes haken en maak ze ook weer wat langer. De eerste, dus niet zo strak gaan haken, maak ze even iets langer. 1, 2 en 3. Dit doe je nog in de 4 volgende ruimtes. 3 stokjes maken. Dus overskippen naar de volgende. 3 stokjes. 2 keer. Dus die laatste ruimte hier, onder dat groene hoekje, die laatste ruimte hier, die sla je over, daar doen we niks mee. Boven de 7 stokjes komt weer 1 vaste. Om het hoekje om te komen, 2 lossen. En dan boven de 7 volgende stokjes weer 1 vaste maken. Haak zo verder. Dus de eerste ruimte hier, die sla je over. En bij de 1, 2, 3, 4, 5 volgende ruimtes maak je weer 3 van die stokjes. En dan de laatste hier in het hoekje,
Die sta je dan weer over. En maak zo de toer af. De toer is weer compleet en je maakt dan hier in je allereerste vaste steek bovenin de top, maak je een halve vaste om deze ronde te sluiten. In de volgende ronde gaan we stokjes rondom maken. Het eerste stokje, dat zijn 3 losse omhoog en in de volgende 6 steken komt een stokje. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. In dit hoekje gaan we een nieuw hoekje maken, maar dan niet in de bruine garen, maar in de groene garen hier in de hoek. Dus de draad en de naald, en je gaat dus niet in deze ruimte, maar in die groene ruimte. Daar maak je 2 stokjes in. 1 en 2. Een nieuw hoekje van 2 lossen. En dan terug in diezelfde ruimte hier tussen die groene stokjes in met 2 stokjes. Je gaat nu in de hele kant boven alle steken ga je een stokje maken. Kom je bij dat volgende hoekje en dan in die groene toer hier tussen die groene stokjes in, dan maak je weer een nieuw hoekje van 2 stokjes. 2 lossen voor het nieuwe hoekje en terug in diezelfde ruimte met 2 stokjes. En dan weer boven elke steek een nieuw stokje maken. Maak zo de toer af. De laatste paar stokjes. En deze ronde sluit je weer in de derde losse van beneden. 1, 2 en 3 met een halve vaste. We gaan nog 2 toeren maken met alleen maar stokjes. Voor je eerste stokje maak je weer 3 lossen omhoog. En nu ga je in elke steek een stokje maken tot aan de hoek. Ik ben hier nou hier bij een hoekje aangekomen en dan maak je een nieuw hoekje in van 2 stokjes. 2 lossen. En terug in dezelfde ruimte met 2 stokjes. En dan weer boven elke steek een stokje maken. Ik maak deze ronde af. En dan maak ik nog een keer zo'nzelfde ronde erbij. Nog de allerlaatste stokjes maken en dan is de square helemaal klaar. Hier heb je weer die 3 lossen en in die bovenste losse, de derde losse, maak je een halve vaste om de ronde te sluiten. Ik maak nog een extra losse, knip het draadje af en ik ga hem aan de achterkant afwerken en dan is die klaar. En de square met de zonnebloem van de puffsteken is helemaal klaar. Ik wens je heel veel plezier met het maken van dit patroontje. Bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Dag!